Tarwe zit gluten. En die gluten kun je heel mooi in brood smakken. Dus eigenlijk van alle broden is de basis tarwe en is gluten. Dat zijn eiwitten. Maar die gluten is eigenlijk niet zo heel erg gezond ervaring voor jezelf. Dus hoe kunnen we die gluten omzeilen? Is op basis van een ander graan brood te gaan bakken. En daarvoor is haver ideaal geschikt. En we hebben daarvoor een techniek gevonden om daar een heel mooi brood van te maken. Het zou heel mooi zijn dat we met z'n allen minder tarwe eten en meer haver. En die haverzemen vooral, die zorgen voor cholesterolverlaging, bloeddrukverlaging. En dat we zo met z'n allen dus op lange termijn gewoon fitter blijven. Ik vind het fantastische broodvervanger. Steeds meer mensen zijn bewust van wat brood met je doet. En wat tarwe en gluten met je doet. En natuurlijk zijn er een aantal mensen die echt allergisch zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die zich gewoon beter willen voelen. Gezond eten is best wel erg belangrijk, omdat mijn gezondheid niet altijd even stabiel is. En eerst moest ik dan altijd via moeilijke recepten gezonde dingen gaan maken. En nu via dit broodje kan ik dan toch wel makkelijk, handzaam, gezond eten. Dat vind ik wel. Nog maar net gestart. Maar we maken nu inmiddels mueslibollen ervan. We maken mooie crackers ervan, zoals je hier ziet. Dit zijn walnoot havermout crackers. Deze zijn met chia. En haverzenuwen. Dus we proberen een mooie variatie van te brengen om gezondheid te brengen bij de mensen. Ik wil als ik lunch haal, dan wil ik toch gewoon dat het goed is, lekker is. Als ik merk dat er een ongezonde bende op zit eigenlijk, dan laat ik het snel links liggen. Ik vind het zelf heel lekker en heel veel mensen zijn al om. Maar het is natuurlijk een gewenningsproces om van tarwe over te stappen naar haver. Eet dubbel zoveel vezels ongeveer en je eet koolhydraten. Enorm dat sommige mensen in het begin maar een half broodje op kunnen. Het is, als je erin bijt, is het wat minder hard en het is vullender. En ik vind het eigenlijk heel lekker smaak. Belangrijk is dat mensen te weten komen dat haver zo ontzettend gezond is. Bij Bagels & Beans houden we ons bezig met gezonde voeding. En daar sluit de OT-bagel perfect bij aan. Omdat er geen tarwe in zit en heel veel haver. En dat maakt hem gewoon ontzettend gezond. Mensen die ervan weten, die komen wel terug voor de OT-bagel. Ja, want hij is nog niet overal verkrijgbaar. En bij ons wel.